Mam, weet je nog, in dat ziekenhuis, waar jij al die weken lang? Ik zei, ik wil zo graag naar huis, maar ik ben bang dat dat niet mag. Het was een ongelijke strijd, maar wat snapt een kind van dood? Vader, zullen wij afspreken op perron 9B om 4:30?
Overleggen. En
Angel samen met de Petticoats hun nieuwe single presenteren tijdens een rechtstreekse televisieuitzending van Op 45 Toeren. Tot zo! Oh, zo leuk Peter dat je er toch bij bent. Ja, als je het vindt, dan raak je dat, dan kun je bijna niet anders, hè? Ja, als écrivain van dit chanson moet je er natuurlijk bij zijn, maar... Hoe heb je dat op je werk kunnen regelen? Oh, daar ben ik weg. Ja, sinds Petty daar met me werkt is het leuker er wel vanaf, hoor. Maar die broer van je, is die hier ook ergens? Hij is ook ergens. En dan vond je het gewoon goed, toch? Oh, meidje, dat is Mieters. Hey, Peter, leuk dat je er ook bent. Hoe vond jij het? Fantastisch. En als de schrijver van een chanson het fantastisch vindt, dan is dat ook zo. Weet jij echt zeker dat jij en Peter nog nooit... Leuk haar, maar als je daar Maartje en Maxime op los laat gaan, dan wordt het nog wel eens wat. De schoonheid. De naam is Fred Wieger van impresariaat VOF. Fred Wieger. Oh, gouden letters. Ja, you never get a second chance to make a first impression. Wat heb jij verdomde leuk gedaan, dame? Nou, dank u wel. Oh, en je hebt ook alles om het te maken. Leuk gezichtje, een mooi figuurtje. En ik zeg je, als ik dit liedje in de markt zet een beetje, dan hebben wij een hele vette hit. Peter Koot heeft ze allemaal geschreven. Oh, nou, dat heb jij leuk gedaan, jongen, met dat gerijm en zo. Heb je nog meer van dat soort... Hij heeft een heel schrift vol. Oh, nou, dat is ook mooi. En u bent? Rogier van de Rode. Ja, hallo. Ik ben de manager van de twee. Manager? Ja. We gaan het over natuurlijk. Je hebt al een manager. Misschien kunnen we samenwerken? Nee, daar heb ik geen goede ervaringen mee. Dat vinden we niet aan. Zeg. Oké. Okay. Eerlijk. Ik ben eigenlijk de stylist en de fotograaf. Ja, ja. Jouw slag ken ik wel. Hè? Nou, ben je nog eens staan op het kaartje? Dan morgen anders even na 11:30. We maken een afspraak. Oké, dank u wel. Jij hebt heel vet het transport. En laat hij ook maar meekomen. Hé, Wille, wat leuk dat je toch gekomen bent. Zo'n belangrijk moment wil ik toch niet missen, lieverd. De jury zal het overleggen. Spannend, ja. Ja, lieve aanwezigen, dan is dit moment gekomen. Maak een groot applaus voor de voorzitter van de jury, Teddy Scholten. In de rest van de Eurovisie Songfestival. Voor je de uitslag bekend gaat maken, waar zijn jij en je man op dit moment mee bezig? Oh, leuk dat je het vraagt. Henk en ik hebben een leuk nummertje gevonden. We gaan het binnenkort opnemen. Het gaat van abing bing bong. Ja, Teddy, je wordt natuurlijk niks. Even kijken of ik snap dat soort zaken gewoon. Ja. Laat ons niet langer in de spanning. De uitslag, Teddy. Ja. Yeah.
succes bij de petticoats. Tot ziens! Yippie-ha, yippie-ha, yay, oe-la-la. Dat klinkt goed, hè? Wie van jullie was ook eens de tekst schrijven? Dat is Peter. Kijk jongen, dit is wat de mensen willen, hè? Geen moeilijk gedoe, een tekst en zo, maar gewoon lekker muziek om op te dansen, hè? Hé, weet je wat, jongen? Ik krijg deze van mij. Hè? Kun je eens goed naar de tekst luisteren? Nou, die tekst die ken ik inmiddels al wel, hoor. Ja, nou is het ook zo goed, hè? Toch even doen, toch even luisteren. Ja, Petter, jij bent meerderjarig, neem ik aan. Ja. Mooi. Dan kun je even dit huurcontractje hier tekenen, alsjeblieft. Ja, dat is goed. Ik van wat het is, je schittert een contract. Maar voor jou als dilettante is het wel een contract. Je krijgt 100 piek per spandel, dat is eigenlijk voor thee. Nou, zetten van je krabbels hangen met elkaar in zee. Je loopt binnen, je gaat winnen, ik voorspel in de schap af. Deze posten zijn de posten en die gaan er nog vanaf. De helft inderdaad, hou ik in voor de staat. Want dat is zo wettelijk bepaald. En dan 20% zijn voor mij als jouw agent. Dat wordt vooraf door jou aan mij betaald. 20%! Je kleding en zo wat je draagt in de show, die betaal je ook uiteraard zelf. En de reis naar je klus met de trein of de bus, dat is meestal een gulden of elf. Zijn er vragen? Nee, geen vragen. Het is helder volgens mij, want de kosten doen nog bij. Ik vind jou beslist, vriend, een hele componist. Al ben je dan niet bijster commercieel. Neem nou zo'n moeilijk woord, met daarbij zo'n raar akkoord. Daarvan verkopen wij meestal niet veel. Ik geef jou 100 piek voor een tekst met muziek en daar zetten we mijn naam dan bij. Ach, dat is voor de vorm en ook eigenlijk de norm als lid van mijn uitgeverij. Zijn er vragen? Nee, geen vragen. Het is helder volgens mij. En daar komen dan de kosten ook eens bij. Ja, en de kosten over de kosten over de kosten daar nog bij. Voilà! Nou jongens, ze zijn we zaken. Mooi. Wou jij nog wat? Maar Rogier, krijgt hij ook een contract? Reinier was het toch? Nee, het is Rogier, whatever. Ik weet goed gemaakt. Voor elke bruikbare kiek krijg je van mij 13 harde Hollandse gulden. Zo. Maar dat is wel inclusief copyright, hoor. En Betty, plek aan de muur daar. Die is gereserveerd voor jouw gouden plaat. Ja. En Peter, hoe heet je dat liedje van Betty wat ze zong op de talent? Jij! Yes. Oh, verrassing voor je, jongen. Hey. Die eerste 100 gulden, hè? Zij doet een geweldige liedje schrijven. Ja, maar we zijn er nog niet. Kijk eens. Nog zo'n flapje van binnenkort schrijven, meesterwerkje. Dat is aardig wat geld voor zo'n simpel liedje. Ja, eens. Maar naast het feit dat ik heel gulden steun ik jong talent nu eenmaal heel erg graag. Nou, we komen zelf wel uit verder, hè? Impresariaat Fredrico met Fred. Hoi, Willeke. Ja, leuk dat je nog even belt. Ja, weet je, we zouden nog even hebben over de... Blijf niet staan, maar kruip baan. Hier komt Peppy, juist maar aan. Mijn droom is geen droom meer, maar realiteit. De weg naar succes is met mij erbij. Vader komt zeggen, dat is nooit verkeerd. Het neemt van het druk wat hij ooit heeft verdeerd. Hij snapt het ineens en draait om wat het plan. Makkelijk salto. Zo simpel als wat? Nou, ik kan het niet hoor. Je moet er gewoon voor zorgen dat het rijmt. En je hebt een liedje. Doe nog eens zo'n gedicht. Ja. Ik weet dat jij dat niet kan, maar ik wel, natuurlijk. Op mijn 12e schreef ik al gedichten. Komt er een. Ik ween om bloemen.
in de knop gebroken en voor de ochtend van haar bloei vergaan. Ik ween om liefde die niet is ontloken en om mijn harte dat niet werd verstaan. Prachtig. Ja. Ja, ik moest mijn luid aan de wilgen hangen vanwege mijn studie. Maar ik zou natuurlijk zo voor jou een liedje kunnen componeren. Dan vraag ik me Willem om muziek bij te maken. Willem, dat ben ik. Natuurlijk had ik dat. Ik heb pianolessen gevolgd, samen met Ro. Oh, ja, maar ik blijf beter. Nee, die hebben we niet nodig. Oh, nou ja, als jij pianolessen hebt gevolgd. Nou, doe nog eens. Ik wil er nog één horen. Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar eide populieren als hoge pluimen aan de einde staan. Goh, je hebt nooit verteld dat Willem zo'n geweldige dichter is. Ach, meid, ik vertel heel veel dingen niet. Maar kunnen wij even praten samen? Je ziet toch dat ik met Patty in gesprek ben? Oh, maar ik moet ook nog even naar Maartje en Maxime voor op tv optreden, dus... Ach, lieve. Doei. Waar ben jij in hemelsnaam mee bezig? Ach, kom, broertje. Het is een lekkere meid. En ik bemoei me er ook niet met jouw tegennatuurlijke leventje. Maar ik wil gewoon niet dat je met Patty doet wat je met al die andere vrienden in Jacques geflikt hebt. Moet je met je eigen zaken. Ja, dat doe ik dus ook. Patty is ook mijn vriendin, ja. En ik wil niet dat je haar belazert. Ik belazer haar helemaal niet. Oh nee. Langs brede rivieren zijn we over. Dat krijg je toch in ieder schoolboekje? Ja, maar niet in Winschoten. Ik vond dat ook wel een risico. Je bent jaloers. Je wil gewoon onder Peter zijn veren schieten. Je bent gewoon stinkend jaloers. Op die boer? Ja, op zijn ongekende talent, op zijn passie voor het schrijven. Oh, Willem is je boer. Maar ondertussen ziet ze mij wel staan en hem niet. Oh ja, nog een klein dingetje. Dat kettertje wat je er gegeven hebt. Denk maar niet dat ik niet door had dat het van de kermis kwam. En dat je het gewoon een nieuwe doosje van de smans gedaan hebt. Heb je haar dat verteld? Nog niet. Oh, lijkt me ook heel onverstandig, Ro. Hoezo? Roodje van me. Kun je nog herinneren, 2 maanden geleden, papa en mama waren in Nice en ik moest jou van het politiebureau halen omdat je in het Vondelpark was opgepakt. Ik heb je een maandzakje gegeven om je bed te houden! En dat doe ik ook. Als jij dat ook doet. Heftig. Weet je, Ro, we moeten Patty niet lastigvallen met dit soort futiliteiten. Zij heeft dat televisieoptreden om zich op voor te bereiden. Wist je al dat ze een artiestennaam heeft gekozen? Patty Hunt. Schattig, hè? Graaf je eigen graf, broer. Wij leggen graag een bloemetje op. Drie minuten voor aanvang. Ze zit nog steeds op het toilet. Betty Hunt, naar beneden. Ja, kan iemand er even van ons sleuren? Ik loop wel. Patty! Het is gewoon een Patty! Ik ben hartstikke misselijk op de wc! Ja, wat is er dan aan? Ja, weet veel overgeven of zo. Ja, ik ben zonder veel dat jullie op hebben gesteld, want het kost gewoon uitzending. Het is puur op dit zenuwen. Ja, niks mis mee. U bent manager van Patty Hunt? Ja, maar zeker ben ik de manager. En ook van mevrouw de Castelli en van jullie en André. Karel, kortom, uw verzoeken kunnen wij boeken. Eerst even kijken waar Patty de flik kan blijven. Hoppakee. Afrekening zeker? Ah. Uitzijd. Heb jij je rug schoongehouden? Ja, en ik heb haar achtergehouden.
Kijk dat er eens wat een likje verf kan doen. Hé, schat, denk erop, als het rode camera langs je gaat branden, moet je knallen, hè. Want van dit optreden hangt er alles af. Maak hem nou niet nog zenuwachtig dat dat al is. Attentie, verlicht. Kijk. Geluid. Je bent prachtig. Nee, jij valt niet op vrouwen. Ik val niet op blond. En dom. Ik weet het, we zijn hier bij de camera. Waar moeten ze mensen zo waarschijnlijk niet dom ding? Nou, goh. De camera's draaien. We zijn live in 3, 2... Goedenavond, lieve dames en heren. Straks kunt u weer genieten van een nieuwe aflevering van Wie wil er mijn marmotje zien? Ik? Oh. Wie is je bang? Wie is je bang, man? Maar nu gaan we eerst live naar Studio Irene voor een rechtstreekse uitzending van Op 45 Toeren, gepresenteerd door Teddy Schotten. Welkom, dames en heren. We hebben weer een chockvol programma vanavond. En het eerste optreden is al meteen heel speciaal. We zijn blij dat ze in ons programma aan de tweede kant maakt. Daarom is het weer bij Patty Hunt en de Petticoats. Vrije vrijdag aan. Dansen in de stad. Trek je stoute schoenen aan en ga mee op pad. Vrije vrijdagavond, neem een wijs besluit. Doe je mooiste kleren aan, aantrek je gaat uit. Petticoat in roze, lila, geel of rood. Petticoat, dans bij mij aan bloot. Petticoat in roze, lila, geel of rood. Petticoat, dans je mij mee aan bloot. Come on, sing it, come on, sing it. Dansen is zo hip en gaaf. Straks is het dik en tof en zijn we weer braaf. Al je leuke jongen, oude mannen. Samen net als Helvis, net zo prettig uit. Alle mooie meisjes houden een fatsoen. Maar als je dan een drankje geeft, krijg je met een zoen. Petticoat, petticoat in roze, lila, geel of rood. Petticoat, petticoat, dans bij mij naar bloot. Come on, sing it, come on. Mee.
rekeningen en dwingen we die directeur om jou terug in dienst te nemen. Helemaal lekker uitgekomen.
Er zit geen single in. Een beetje een zijtekst. Nou, het gaat erom wat Patty ervan vindt. En wat jij ervan vindt, laat me koud. Ja. Maar jij weet hoe Patty is. Die is veel te aardig om eerlijk te zijn. Misschien moet ik dan maar voor haar de boeman zijn. Ze heeft het wel met jou gehad. Patty, is het waar wat? Hé, we zijn bezig met een interview, maf, Kees. Doe toch maar op. Zo stom, joh. Nou hoor je het. Wat doe je hier nog? Het is allemaal jouw schuld. Want ze worden jou geïndoctrineerd. Wat een moeilijk woord, hè? En dat voor een schrijver. Zakken en stront, jij. Hé, hey, maatje. Je vergeet je... Nog een laatste foto. Lachen. Lachen, Patty. Wat ben je toch een plaatje. Patty. Hartelijk bedankt. Ik ga onmiddellijk eraan schrijven en dan staat het op begin volgende week in. Hey, Carla, dank je wel voor je bezoek. Ja, en ze heeft ook nog een dode moeder, misschien ook leuk. Oh, wat smerig! Heerlijk! Ja. Wat een hit! Ja. Ik kom gewoon op de showpagina! Oh, en Carla, een geweldige vrouw. Echt, het was zo... Oh, geweldig. Maar... Waar is Peter? Nou, ik snap er helemaal niets van. Hij ging er zomaar vandoor. Ongelooflijk. Ik geloof dat hij een beetje jaloers op jou is. En hij zei dat je veel te commercieel bent geworden. Ik voel me al zo stil de laatste tijd. Maak ik het dan maar weer goed? Liever, dat hoef jij helemaal niet goed te maken. Je bent hem ontgroeid. We zijn al zo lang bevriend. Niemand kent me zo goed als Peter. Ja, en eerlijk is eerlijk. Ik heb ook heel veel... zogenaamde vrienden verloren aan mijn succes. Maar ja, alles heeft een prijs. Er zijn meer tekstschrijvers dan Peter. Ja, maar wat hij schrijft past zo bij mij. Niemand kent me zo goed als Peter. Ja, nu lijkt het net alsof ik misbruik maak van de situatie. Maar ik heb dit voor je geschreven. Misschien is het wat. In de vormen van de wolken... In de schaduw van het licht zie ik steeds maar onverklaarbaar jouw gezicht. Heb jij dit? Ach, het is geweldig! Toen jij in het ziekenhuis lag, voor 2 dagen lang heb ik het geschreven. Oh, ik heb je toen zo gemist. Oh, maar je zou willen kan net een moord voor doen. Weet je, ik bid jou. Roepen, jij kon misschien die Peter van het platteland met een zak pinda's afschepen. Maar deze jongen... Vraag 300 gulden en anders krijg je het niet. 300 gulden? Huh. Nou jongen, je brengt me wel aan de bedelstaf. Huh? Kijk eens. Alsjeblieft. En Patty, zorg dat ik de investering eruit ga krijgen. Start meteen met repeteren en dan nemen we het binnenkort op. We hebben goud in handen. Kom aan. Ongelooflijk. Dan levert ze me ook nog geld op. Fijn, hè? Met de eer van een ander gaan strijken. Ik weet niet hoe dat komt. Waarom hou ik toch zoveel van geld? Het zal vast genetisch bepaald zijn. Daarom ben ik zo blij dat ons land dat wel heeft.
een dag, iets gewinkeld, dus een dag niet geleefd. Wat kan ik mij verheugen op het weekend in Laan? Jammer dat ik daar zonder mijn man heen moet gaan. Maar terwijl ik mijn checks schrijf, denk ik aan mijn man. Wat goed denk ik dan dat hij zich dit permitteren kan. Uit aan, jij weet ook niet wat je wil. Aan!
In de vormen van de wolken, in de schaduw van het licht, zie ik steeds maar onverklaarbaar jouw gezicht. En door het zonlicht op de wolken, op het pasgemaaide gras, denk ik steeds maar onverklinkbaar hoe het was. Staan laat hij mij bidden, ben
zal al gauw die oude strijd opnieuw beginnen. Want wie zijn eigen wegen gaat, of anders is dan middelmaat, wordt afgewezen. Het lijkt alsof wanneer je kiest, daarmee iets anders weer verliest. Wat zou dan? Papa die sterk was en alles wist, geluk dat eeuwig duren zou. Raak ik je kwijt, raak ik je kwijt, raak ik je kwijt. Oh, raak ik je kwijt, raak ik je kwijt. Met het huis van de familie van Rode. Ben jij het? Oh papa, wat goed dat u belt. Ik heb dat artikel van jou gelezen. Ja, dat was niet... Laat me even uitspreken. Dit is wel die beneden ieder pijl. Was jij dus zo eenzaam en zo zonder liefde toen je moeder overleed? Terwijl ik jou alles, maar dan ook echt alles had gegeven wat in mijn vermogen lag. Dat was niet... En dan ook nog eens nog beter aan de kant gezet, omdat je alleen maar wil werken met van die vaklui. Iedereen waar je houdt, dit gewoon verraden. Pap. Ik had het werkelijk nooit van jou verwacht. Weet je, succes met je nieuwe leven. Hé, hey, vriendin. Ik heb net de proefdrukken gezien van de strook. Mij zit je daar nog steeds zo in over dat artikel in de Volkskrant. Ik heb het gewoon niet gezegd. Mijn vader belde me net op, hij was woedend. En Willem belde vanochtend ook, die deed ook al zelfstandig. Als het zo moet, hoeft het van mij gewoon niet meer. Ah, meid, ben je mal? Het gaat net zo lekker. Iedereen is steeds maar kwaad op mij. Maar dat komt omdat je niet doorsnee bent. Daarom. Speel maar gewoon of dat het je niet raakt. Ach, jij hebt makkelijk praten. Ik makkelijk praten. Tch, ik makkelijk praten. Als ik verliefd ben op iemand, dan kan ik het niet eens uiten. Vriendje van me is ontslagen omdat ze achter zijn geheimje kwamen. Een andere vriend van mij heeft zelfmoord gepleegd. 19 jaar. 19 jaar was die jongen! En hoe vaak ben ik al niet in elkaar geslagen? Speel mooi weer. Zelfs als het stormt. Zorg dat hun klauwen je niet kunnen raken. Dat het zonnige gezicht van je ze wegjaagt. En als je het gewoon even niet meer weet, doe dan net als mij. En ga naar het vergeten paleis. Leg je hand in de mijne. We lopen via de vijfde straat naar het plein. Daar gaan we rechtsaf. Lopen rechtdoor, blijf aan de rechterkant van de straat en ga halverwege 5 treden op. Ik zie de piekeren al staan. Margriet Rode Josje met gouden tressen staat op puik. De grote deuren zwaaien open en we zijn waar ze allemaal wonen.
ze door het leven gaan. Ver